Een ander punt die ik u mee wil geven is: vermijd niet alleen maar negatieve boodschappen van de tv, maar vermijd ook negatieve mensen. Er zijn heel veel mensen die kunnen alleen maar klagen en negatief zijn. Wil ik daarmee zeggen dat je daar niet mee om moet gaan? Tuurlijk kan je daarmee omgaan, want mensen, God houdt van ieder mens. Of je nou een positief mens bent of een negatief mens. Maar het is wat anders als je je laat beïnvloeden door negatieve mensen. Als je altijd maar omgaat met mensen die negatief zijn, die kwaad spreken over anderen, die overal is het glas half leeg, dan gaat dat uiteindelijk ook op jezelf inwerken. En daarom is het zo belangrijk om jezelf vol te maken met de positiviteit van God. Door te doen wat ik u heb aangegeven, als u dat gaat doen. En weet u wat het allermooiste is? Naarmate je hierin traint en naarmate je hierin groeit, ga je op een gegeven moment kunnen uitdelen naar anderen. We weten uit ervaring dat positieve mensen, dat zijn altijd mensen die graag die succes hebben en waar veel mensen graag bij willen zijn. Positieve mensen, die hebben altijd, op een of andere manier hebben ze, ja, we noemen dat wel eens charisma, dat mensen graag bij ze zijn. En het lijkt ook wel dat alles wat ze ondernemen lukt. Maar dat heeft toch te maken met hun instelling. Negatieve mensen daarentegen, ja, die mijd je liever. Want die zijn negatief, die spreken negatief, dat kost altijd heel veel energie. U kent vast wel, u zult het misschien herkennen wat ik nu zeg. Je kunt dan soms naar mensen toe gaan en dan kom je terug en dan ben je een en al energie. Dan heb je zin in alles. Die mensen hebben je zo geïnspireerd. En soms kun je naar mensen gaan en je komt thuis en je bent als een uitgeknepen dweil. Je valt zo wat op de grond, zo moe ben je. Gewoon door bij die mensen te zijn. Nou, dat heeft altijd te maken omdat de ene is heel positief en de ander is heel negatief. En ik zou u willen adviseren, mijd negatieve mensen. De Bijbel zegt dat goede omgang bederft, of slechte omgang bederft goede zeden. Met andere woorden, met wie je omgaat, word je mee besmet. En dat is dus uw en mijn keuze om ervoor te kiezen met wie ga ik om. En door wie laat ik me beïnvloeden. Dat is een keuze die u kunt maken. U bent niet maar een lijdzaam voorwerp. U bent maar niet zomaar een slachtoffer die het maar moet slikken wat op zijn weg komt. Nee, u kunt een keuze maken, ook vandaag. U kunt ook vandaag een keuze maken om te zeggen, hé, ik ga mijn denken veranderen. Ik ga mijn perspectief, mijn kijk op de wereld ga ik veranderen. Ik ga niet meer reageren van wat ik voel en wat ik denk dat negatief is. Nee, ik ga ervoor kiezen om te doen wat de Bijbel zegt. En dat is namelijk God danken onder alles. Ik ga God danken voor de situatie waar ik in zit. Misschien zit u in een heel slecht huwelijk. Of misschien is het zo dat uw financiën beroerd zijn en dat u in schulden staat. Of ik weet het niet wat er aan de hand is. Ik zou u willen adviseren van ga doen wat de Bijbel zegt. En begin God te danken voor uw situatie. Weet u waarom? God weet namelijk van uw situatie. Hij weet waar u in zit. Hij weet welke problemen u voorstaat. En als u gaat danken daarvoor, als u God gaat danken, dan gaat u als het ware God uitnodigen in uw leven. En wat er dan gaat gebeuren, is dat God komt binnenin en van binnenuit begint hij u te veranderen. Die stromen van levend water, die gaan vanuit uw binnenste vloeien. En u gaat dan merken dat de omstandigheden zijn misschien niet meteen gewijzigd. Misschien is daar nog steeds die schuld. Misschien is daar nog steeds die verschrikkelijke man of die verschrikkelijke vrouw waar je aan irriteert. Of wat de omstandigheden ook mogen zijn. Maar u gaat merken doordat u van binnenuit aan het veranderen bent. En doordat je die positieve kracht van God gaat ervaren in je leven. Dat je opeens anders gaat kijken naar die omstandigheden. En opeens gaat u het weer zien zitten. Opeens begin je ideeën te krijgen hoe je het kunt aanpakken. Zodat die omstandigheden ten positieve kunnen keren. Opeens ga je ideeën krijgen hoe je anders moet omgaan met je partner. Zodat het meer in harmonie zal gaan. Opeens ga je ideeën krijgen hoe je financiën je anders moet gaan beheren, zodat het positief uitwerkt en dat je niet elke maand in het rood staat. Dat is wat God kan doen. En hij wil dat ook voor u. Vandaag wil hij dat doen. Het is geen toeval dat u naar deze uitzending kijkt. Nee, God heeft een plan met uw leven en hij wil dat het u zeer en zeer goed gaat. Nou, ik heb nog één punt dat ik u mee wil geven. En dat is namelijk, heb geloof en vertrouwen in God. Dus, resumerend, geef een andere betekenis aan uw omstandigheden. Ga anders kijken naar de omstandigheden. Begin elke dag met een positieve input. Vermijd negatieve boodschappen. Weet waar u naar kijkt. Kijk niet naar alles. Vermijd negatieve mensen. Mensen die altijd het energie uit je trekken. Vermijd het. En
Ga er alleen maar op een bepaalde manier mee om, zodat je zelf niet onttrokken wordt van allerlei kracht. En tot slot, vertrouw God. Ga een relatie aan met God. Ik weet niet in hoeverre u God dient, God kent. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat als u hem zoekt, dan zult u hem vinden. Als u werkelijk wil, dan zal God altijd zich betonen in uw leven. Want God die houdt van u, hij houdt van mensen. Maar hij is een gentleman, hij forceert zichzelf niet. Hij dringt zichzelf niet op aan u. Hij zegt gewoon, ook vandaag zegt hij, en daar gebruikt hij misschien mij voor op dit moment, dat hij tegen u zegt van, joh, nodig me uit in je leven. En dan kom ik met mijn glorie, met mijn blijdschap, met mijn kracht, met mijn positieve energie, kom ik in je leven en dan zal ik verandering gaan brengen in je leven, van binnenuit. En dan zal je gaan zien dat je die aanraking van God gaat komen. En opeens ga je anders tegen omstandigheden aankijken. Ik wil tot slot, wil ik graag een gebed voor u uitspreken. Dat als dit van toepassing is op uw leven, als u denkt van, hey, wat je daar zegt, dat wil ik eens uitproberen. Als het werkelijk zo is dat mijn omstandigheden niet ertoe doen of ik me gelukkig voel of positief sta in het leven of niet, maar dat het meer mijn houding is en het wandelen met God, dan wil ik daar gehoor aan geven. Nou, als dat zo is in uw leven, wil ik graag met u bidden. En ik wil u vragen dat waar u ook bent, om een moment te hebben dat u zich even concentreert op God. En u mag uw ogen sluiten of niet, wat u wil. Maar ik wil graag bidden en dan geloof ik dat als ik bid, dat God daar komt waar u nu bent. De Bijbel zegt dat God is niet gebonden aan plaats of aan tijd. Hij kan overal zijn. Hij is alomtegenwoordig. Dus als u daar in uw huiskamer zit, of u ligt misschien in een ziekenhuisbed, ik weet niet waar u bent, of u ligt misschien op bed in de slaapkamer, waar u ook bent, God is bij machte om bij u te komen. En hij wil u van binnenuit veranderen. Hij wil u die blijdschap geven. Hij wil u die positieve kijk geven op de wereld, zodat je weer kunt genieten van het leven. Oké, zullen we bidden? Vader in de hemel, ik dank u zo voor een ieder die kijkt op dit moment. En ik dank u wel dat u een God bent die bij machte is om elke omstandigheid te veranderen, maar die ook bij machte is om ons van binnenuit te veranderen. En zo bid ik u voor deze man die aan het kijken is, die door financiële problemen gaat. Ik bid u, Heere, dat u hem een diepe aanraking geeft op dit moment in zijn huiskamer. En dat hij uw kracht mag ervaren en dat hij van binnenuit die verandering mag ervaren. En dat hij anders gaat kijken naar zijn omstandigheden, dat hij weer nieuwe hoop krijgt. Ik bid u voor deze vrouw die in die huwelijksproblemen zit, in die relatieproblemen. En ze heeft al van alles geprobeerd, maar het werkt altijd maar niet uit. Op een of andere manier begrijpen ze elkaar niet. Ik bid u voor deze vrouw op dit moment dat u haar een diepe aanraking geeft. En dat die leegte in haar hart, datgene waar ze zo naar op zoek is, dat u dat gaat vullen op dit moment. Dat u haar nu aanraakt. En ik dank u wel daarvoor. Vader, ik dank u zo voor iedereen die kijkt, Heer, dat u ze geeft de wensen van hun hart. En dat u ze vervult met uw positiviteit, dat u ze handvatten geeft, zodat ze beter kunnen omgaan met hun omstandigheden. En Heer Jezus, we prijzen u zo dat u gestorven bent voor elk mens, zodat we leven zouden hebben en dat in overvloed. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen. Nou, als u dit gebed met me mee heeft gebeden, dan zult u ervaren vanaf vandaag dat er iets veranderd is. U zult gaan zien dat omstandigheden zijn misschien nog steeds hetzelfde gebleken, maar u kijkt er anders tegenaan. Van binnen is daar die blijdschap gekomen. En u zult gaan zien dat als u blijft doen wat ik u heb geadviseerd, als u die punten die ik u heb gegeven, hè, die positieve input elke ochtend, dat u de Bijbel leest en met God spreekt, dan zult u zien, uw leven zal veranderen. En de Bijbel belooft dat het zal gaan van de ene graad, hè, het ene niveau van heerlijkheid, van blijdschap, van voorspoed en goedheid, naar het volgende niveau van blijdschap, voorspoed en heerlijkheid. En dat gaat alsmaar door. God wil dat u steeds hoger opkomt, want hij is een echte vader. En net zoals vaders, goede vaders hier op aarde, graag willen dat hun kinderen steeds hoger opkomen, dat ze het goed doen op school, goed doen in de sport, noem maar op. Zo wil ook uw hemelse vader dat u het goed doet in alles wat u onderneemt. God zegen en ik zou zeggen tot de volgende keer.